Mijn idee was om vanaf nu alles wat ik doe elke dag vast te leggen op video. En vandaag was super. Snapchat, Instagram, Facebook, talentenshows op tv. Wauw, wat zijn jongeren tegenwoordig toch bijzonder, hè? Of zijn ze gewoon een beetje narcistisch door al die aandacht? Kleine Trumpjes, wel volgens dit Amerikaanse onderzoek, nu 10 jaar oud. Een psychologe genaamd Gene Twang veegt hierin de uitkomsten samen van allemaal eerdere vragenlijstonderzoekjes. Met stellingen zoals deze. Bescheidenheid past niet bij mij. Ik weet dat ik goed ben, omdat iedereen dat tegen mij zegt. De wereld zou een betere plek zijn met mij als leider. Ik kijk gewoon graag naar mezelf in de spiegel. En kijk eens wat er dan gebeurt. Sinds de jaren 80 scoren studenten op dit soort testjes steeds hoger. De jeugd wordt steeds narcistischer. Daarmee ging Gene Twang de hort op. Er kwam een boek en er kwamen lezingen. Are teens who spend a lot of time online thriving or are they struggling? Zo werd het een soort volkswijsheid. Die jongeren narcistische ijdeltuiten zijn het. Maar wacht even. Laten we dat grafiekje nog eens even bekijken. Kijk eens, uiteindelijk draait het in die toename maar om een paar puntjes in de score erbij. Van heel weinig narcisme naar nog steeds heel weinig narcisme. Het stelt allemaal niets voor. En dan zou die toename nog wel eens toeval kunnen zijn ook. Want wat gebeurde er toen andere onderzoekers nog veel grotere groepen studenten gingen onderzoeken? Nou, als er al iets te zien is, is het dat jongeren juist iets minder narcistisch zijn dan vroeger. Wat er eerder aan de hand lijkt, is iets anders. Jonge mensen zijn namelijk altijd wat voller van zichzelf dan ouderen. En dan denken die ouderen natuurlijk, wat een narcisten zegt die jeugd vertegenwoordig. Zoals een van de wetenschappers die wij spraken zei, ouderen zien dan dat de jeugd zich egoïstischer opstelt, maar ze vergeten daarbij dat ze vroeger zelf net zo waren. Ik denk dat het gewoon een levensfase is die iedereen doormaakt.